Droevig nieuws uit dartswereld, tweevoudig WK-speler Toon Grebe, 35, overleden. De 35-jarige darter Toon Grebe is overleden. Dat maken bekenden van de darter bekend via Facebook. De Nederlander leed al jaren aan gezondheidsproblemen en is maandagochtend heen gegaan. Grebe deed twee keer mee aan het WK darts en hoopte dat nog een keer te mogen doen, maar dat lukte helaas niet meer. Grebe moest in 2017 zijn onderbeen laten amputeren. En bij een operatie in 2022 moest hij ook zijn andere been afstaan. De darter bleef ambitieus en hoopte na zijn deelname in 2008 en 2010 ook nog een derde keer mee te doen aan een WK. Maar ondanks zijn ambitie lukte dit hem niet meer. Grebe begon in 2018 zelfs zijn eigen dartschool in zijn woonplaats Den Bosch. In allebei zijn deelnames op het PDC-WK darts verloor de Nederlander tot twee keer toe in de eerste ronde van het toernooi. In het verleden nam Greben het nog op tegen darters Steven Bunting en Scott Waits, die nog steeds op toernooien meegooien.